dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een herfst/wintershoeblog. Want ik heb namelijk de afgelopen 2 weken wat leuke dingetjes van bedrijven mogen ontvangen. Maar ik heb ook afgelopen zaterdag zelf heel Amsterdam een soort van leeggekocht. Dus ik dacht, hoe leuk is dat om dat gewoon in een extra video te laten zien in plaats van in de vlogs. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik heb hier voor me heel veel tassen en kleding liggen die ik allemaal aan jullie ga laten zien. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eventjes sorry zeggen voor mijn haar. Let er niet op. Ik had het gesteld, maar vanmorgen op de scooter regende het echt bizar hard. Dus vandaar dat er af en toe wat krulletjes doorheen zitten. En dan gaan we nu beginnen met de items die ik gekocht heb en gekregen. Ik zal beginnen met het rokje van My Jewelry. Die heb ik van hun mogen ontvangen. Het is een leerrokje met aan de onderkant volant, zoals je kunt zien. En aan de zijkant sluit hij gewoon met een rits. Ik vind leren rokjes en broekjes altijd super leuk te combineren. Ik heb er echt al een stuk of 4. Maar deze is toch weer net een stukje anders door die roesels aan de onderkant. En deze vind ik heel erg leuk. En ik heb hem in een maatje XS. Het kaartje heb ik er al uitgehaald, maar uit mijn hoofd was die 35 euro volgens mij. Dan ook van My Jewelry heb ik een nieuwe ruitjesbroek gekregen. Ik had deze al van de H&M 2 jaar geleden ongeveer, maar die paste ik helaas niet meer. Die ging niet meer zo lekker dicht aan de bovenkant. Dus ik heb een nieuwe uitgekozen. Deze is dus van My Jewelry. En het is gewoon zo'n skinny model verder. Aan de bovenkant gaat hij dicht met een rits en een gul. En er zitten ook van die ringetjes doorheen dat je een riem om kan doen. Deze heb ik ook in een maatje XS. En deze was uit mijn hoofd 40 euro. Dus die. En deze vind ik heel erg leuk bijvoorbeeld met een gekleurde trui of zo op. Dus deze. Dan van My Jewelry heb ik deze ketting nog mogen ontvangen. Ik had deze al van de Primark, maar die was na 2 keer zwemmen helemaal verkleurd. Deze heb ik al een week om en is echt nog super mooi. Het is dus een kettingje met een F eraan. Je ziet het de laatste tijd echt heel erg veel en ik ben er echt heel erg blij mee. En dan als laatste van My Jewelry deze Amour oorbellen. Deze had ik al, maar die begon een beetje door vakantie, door zee en chloor het afgelopen half jaar te verkleuren. Dus ik vond het wel tijd voor een nieuw paar. En ik vind ze gewoon echt super leuk. Ze hebben ze ook in het zilver, maar ik vond het goud wel leuk staan bij die andere oorbelletjes. Daar krijg ik trouwens ook heel vaak de vraag over. Die zijn van Anna Nina, deze 2 achterste. Maar die Force is dus van My Jewelry. En hier ben ik heel blij mee. Dan heb ik bij H&M wat truien ingeslagen. En ik heb deze al laten zien in een weekvlog. Maar ik dacht, voor de mensen die mijn weekvlogs niet kijken, laat ik hem nog eventjes een keertje zien. Namelijk deze beige trui met een klein colletje aan de bovenkant. En een beetje van die soort ballonmouwen. De kwaliteit is echt super, super goed. Vandaar dat ik hem nog eventjes aan jullie wilde laten zien. Ik heb hier 30 euro voor betaald, maar de kwaliteit voelt echt super goed. En ik denk dat je met deze trui echt heel erg lang kan doen. Dan nog een beige trui, alleen deze heeft een wat warme ondertoon. Die vorige heeft, zoals je kunt zien, een wat koelere ondertoon. Ook deze trui was weer 30 euro, maar deze heeft verder geen halsje of geen ballonmouwen. Die heeft gewoon normale mouwen. En ook deze voelt weer echt super lekker aan. Ik heb deze ook in het beetje denimblauw besteld. Alleen die is helaas nog niet binnen. Dus als je daar benieuwd naar bent, hou zeker mijn weekvlogs in de gaten. Want die zal ik daarin voorbij laten komen. Maar in ieder geval deze, hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik hou de laatste tijd echt een beetje van die pastelkleurtjes en aardetinten en zo. En van die beige kleurtjes. Dus ja, deze past zeker goed in mijn nieuwe wintergarderobe. Afgelopen zaterdag bij de H&M in Amsterdam nog een trui gekocht. Ik was al heel erg lang op zoek naar deze trui. Ik had het volgens mij ook al in mijn weekvlogs gezegd dat ik gewoon een knalroze hoodie wilde. Maar op de damesafdeling hadden ze die niet. En op de mannenafdeling was XS en S uitverkocht. En een M en zo ging echt veel te groot worden voor mij. En er kwam steeds maar niet op voorraad op de site. Dus ik dacht, ik was toch in Amsterdam en het was Glamour Day. Laat ik eventjes kijken of ze hem daar wel hebben. En ze hadden hem nog in een laatste S. Helaas geen XS. Ik denk dat de S ook alsnog wel een beetje groot is. Maar ik vond hem gewoon zo leuk, die kleur. En ja, het is gewoon een lekkere hoodie. Straks voor de winter. De binnenkant is ook echt super zacht. Hij was maar 20 euro. Je hebt hem ook nog in heel veel verschillende andere kleurtjes. En ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik vind het ook gewoon leuk met bijvoorbeeld zo'n leren broek of een latex legging. En omdat die wat langer is, valt die over je billen. Dus dan valt het niet echt op dat je een leren legging aan hebt. En dat vind ik wel echt heel erg gaaf. Dus deze. Dan nog iets wat ik al in mijn weekvlog had laten zien, maar waar ik echt super veel vragen naar kreeg. Dus ik dacht, ik laat het nog een keertje zien met het linkje erbij als ik hem kan vinden. En dat is namelijk deze beige blouse. Ik had deze gezien bij Demi in de weekvlog en ik vond hem zo gaaf. En hij was maar 19,95 dat ik dacht van, ik moet die ook hebben. Het is gewoon een beige wat langere blouse. Ook weer heel erg leuk voor over een leren broek heen bijvoorbeeld of zo. Ik heb geen leren broek. Moet ik echt gaan aanschaffen. Want ik vind er heel veel dingen echt super leuk mee staan. Ik heb deze in een XS. En je had hem ook nog in het lichtblauw. Maar ik vond die beige wel heel erg mooi. En ik weet niet of je het op de camera goed kunt zien. Maar het is een beetje zo'n
corduroy stofje. Volgens mij noem je dat zo. Maar ik vond hem in ieder geval heel erg leuk. Dus deze. Dan Amsterdam, waar we ook naar de Subdude geweest. Ik was wel eens vaker bij de Subdude naar binnen geweest. Of op de site gekeken. Maar ik had er eigenlijk nog nooit echt iets gekocht. Ten eerste omdat ik het soms best wel duur vind voor wat je krijgt. En ja, ik zag er gewoon nooit echt iets dat ik dacht van ja, dat wil ik hebben. Maar ik liep daar met Rosa en bij binnenkomst zag je gelijk aan tafel met allemaal shirtjes liggen. En ik dacht van ja, zou ik het wel doen? Want het wordt nu winter, je hebt geen t-shirtjes meer nodig. Maar ik dacht, ik kan er wel gewoon een leuk vest overheen doen. En dan kan je het alsnog in de winter dragen. Dus ik heb een heel erg leuk t-shirtje gekocht. Deze was 23 euro en je hebt dus echt super veel verschillende soorten. Maar ik vond deze het allerleukste met een tijger erop. En er staat op piers of zo. Ik heb geen idee wat erop staat. Maar dit is hem dus met een tijgerhoofdje erop. Het is een beetje zo'n volwassen stofje. Dus het lijkt alsof het al een heel oud t-shirt is. Maar dat vind ik dus wel een grappig effect. Met die tijger er zo op. En het is een one size. Dus hij valt lekker een beetje oversized. Maar niet te. Ik vind hem bijvoorbeeld heel erg leuk met de mom jeans van de Zara die ik heb. Daar kreeg ik trouwens ook heel erg veel vragen over of ik daar een linkje van had. Maar die was heel de tijd uitverkocht. En ik vond het ook super jammer. Want ik wilde hem nog een keer bestellen. Omdat dit is echt mijn favoriete broek. Maar ik ben dus bij mijn knie bij het gat een beetje er doorheen gescheurd. Maar hij was dus vandaag weer op voorraad. Dus ik heb hem in de 36 opnieuw besteld. Dus ik kan ook het linkje daarvan eventjes in de beschrijving zetten. Ik hoop dat hij er vrijdag nog is. Dat hij nog op voorraad is. Maar die broek gaat echt zo snel. Dat is niet normaal. Maar ik heb dus trouwens van die broek ook een 36. Dus dan weten jullie dat. Maar in ieder geval dit shirtje. En hier ben ik heel erg blij mee. En die was dus 23 euro bij de Subdude. En dan bij de Subdude heb ik nog een trui gekocht waarvan ik eigenlijk nooit echt had verwacht dat ik hem zou kopen. Er komen af en toe wel eens trends natuurlijk waarvan je bij het begin zegt, oh dat ga ik echt niet doen. Dat ga ik echt niet dragen. Bijvoorbeeld bij de flarebroeken heb ik dat heel erg gehad. Dat de flarebroeken een beetje hot en happening begonnen te worden. En dat ik echt zoiets had van, nou dat ga ik echt niet dragen. Ik ga dat echt niet aandoen. En nu zijn flarebroeken echt mijn favoriete broeken die ik maar kan bedenken. En met deze hype heb ik niet echt gehad dat ik dacht van, ik ga het niet dragen. Maar ik had ook nooit echt dat ik dacht van, wow, dit vind ik echt ziek. Maar toen ik in de winkel kwam en ik zag het. Ik doe echt veel te veel. Oké, ik ga het gewoon laten zien. Maar ik zag het. De tie-dye hoodie. En ik kreeg hem gewoon niet uit mijn hoofd. En ik had eerst wat shirts gekocht. Toen gingen Rosa en ik buiten even een foto maken. En zei ik tegen Rosa, ja, ik wil die trui gewoon. Ik ga die trui gewoon alsnog kopen. Want ik had hem dus al gepast. En ik dacht nog, ja, ik vind hem wel leuk. Maar weer 45 euro voor een trui. En ik heb net al zoveel truien gekocht. En zou ik het wel doen? Bla, 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 bla. Maar ik vond hem gewoon zo gaaf. Kijk nou. Oh, die mooie pastelkleurtjes. Ja, hier word je toch gewoon spontaan verliefd dan. Ik vond deze zo leuk. Deze is wel gewoon in maat en niet in een one size of zo. Ik heb deze in een XS, maar het was nog best wel groot. Hij was 45 euro, zoals ik al zei. Vind ik op zich wel een beetje duur voor zo'n simpele trui. Maar ik weet het, ik vond hem gewoon zo gaaf of zo. Ik weet niet. Ik zag hem gewoon en ik dacht, ik wil jou gewoon hebben. En ik kreeg hem ook echt niet uit mijn hoofd. Dus toen zijn we teruggegaan en heb ik hem gekocht. Roos heeft hem ook gekocht. Die kon het ook niet laten. Maar echt, love it. Kijk nou eventjes hoe gaaf. Ja, dit wil je toch gewoon hebben. Oh. Dan mocht ik weer wat leuke dingetjes bij Lovies uitzoeken. En dat heb ik zeker gedaan. Want Lovies is echt één van mijn favoriete online webshops. En ik heb echt een nieuwe favoriete trui. Op die tie-dye hoodie na. Maar dit is echt... Ik weet niet, ik vind deze kleur tegenwoordig zo mooi. Maar het is dus een ja, gebreide trui in het groen. Ze hebben deze ook nog in veel meer kleuren. In het lila, in het roze. Volgens mij hadden ze hem ook nog in het lichtblauw. Maar ik vond deze groene kleur zo mooi. En ja, hij zit ook echt super lekker. Hij is lekker warm ook. Maar afgelopen zaterdag was hij nog iets te warm. Maar ik vond hem zo leuk. Ik moest hem gewoon aan. Kijk nou hoe geweldig deze trui is. Ja, ik ben hier echt verliefd op. Ik vind deze kleur ook gewoon super leuk. Ik heb ook een ander shirtje van de Zara volgens mij. Die is ook met deze kleur. Dat is ook echt een van mijn favoriete truien. En ja, ik weet niet. Ik ben echt fan van deze kleur. Dus deze als eerst van Lovies. Op de site stond die trui gecombineerd met deze witte rok. En ik had nog geen wit kort rokje. Daar was ik een tijdje geleden wel op zoek naar. En ik vond zo'n leuke combinatie dat ik dacht, die kies ik ook. Ik heb deze in een XS. Die trui heb ik trouwens ook volgens mij in een XS. Even kijken. Ja, die trui heb ik ook in een XS. Net zoals het rokje. En het is gewoon een heel normaal wit kort spijkerrokje. Dus die. En deze was 40 euro. Die trui was volgens mij 45 euro. En het rokje dus 40.
Dan een riem. Op mijn Sandra riem en mijn Gucci riem na heb ik eigenlijk verder geen riemen. En dit is natuurlijk al best wel lang een hype, een riem met zo'n gesp. En ik had hem nog niet. En ik zag hem op de site staan en ik vond hem echt super leuk. Dus ik dacht, jou kies ik ook. Deze was 16 euro. Alleen het enige jammer vind ik dat hij zilver is en niet goud. Want ik draag de laatste tijd gewoon super veel goud en niet echt heel veel zilver meer. Maar ik vind het wel echt een hele mooie riem. Als ik hem op het straks doe, dan past hij ook bij mij op mijn middel. Dus dat is heel erg chill. Dus dan kan je hem ook gewoon leuk met een jurkje of zo in je middel dragen. De riem van dichtbij. Ik vind het echt super mooi. En ik ga binnenkort denk ik ook even kijken of ik ergens van deze een gouden kan vinden. Maar met deze ben ik in ieder geval super blij. Dan iets van Lovies wat je de laatste tijd echt super vaak ziet. En dat is jasjes en blousjes en zo met franjes. En dat heeft deze dus ook. Zij noemen het een zwarte blouse. Maar ik vind het ook leuk om er bijvoorbeeld gewoon een t-shirtje onder te doen. En dan als soort van jasje te dragen. Het is wel een te dunne stof voor een jasje. Maar gewoon als zeg maar sierjasje lijkt het me wel heel erg leuk. Aan de armen heeft hij franjes zitten. En op de rug heeft hij franjes zitten. En aan de voorkant. En hij gaat dicht met van die drukknopen. Deze was 60 euro. En je hebt hem ook in het cognac bruin. Maar ik vond het zwart wel heel erg leuk. Dus die. En dan als laatste van Lovies waar ik ook echt super blij mee ben. Is een nieuw spijkerjasje. Ik heb al een spijkerjasje. Maar die valt wat meer cropped. En deze is echt wat meer oversized. Het is ook in de maat S. Ze hadden helaas geen XS. Maar een S zit verder ook gewoon prima. Ook deze was 60 euro. En het leek mij misschien weer heel leuk om deze een beetje zelf te gaan customizen of zo. Ik weet niet, misschien iets leuks aan de achterkant. Of een paar leuke patches of zo erop plakken. Ik heb nog geen idee. Maar ik vind het in ieder geval echt een super mooi spijkerjasje. En ja, een spijkerjasje kan nooit kwaad in je kast. Dat is altijd fijn om te hebben. Dus die. Dan mocht ik nog bij een webshopje Dior die een paar leuke dingetjes uitzoeken. En daar heb ik twee leuke items kunnen vinden. Waaronder dit doorschijnende topje. Je zal het vast wel vaker hebben gezien bij winkels. Maar het is gewoon een doorschijnende top met een klein kraagje. En dit zijn in plaats van stippen, zijn het allemaal hartjes. En dat vond ik wel heel erg schattig voor met uitgaan. Met mijn mom jeans eronder. En dan die gave Lovies riem eromheen. Dat leek me wel heel erg stoer en leuk. Dus deze heb ik uitgekozen in een maatje S. Ik weet de prijs hiervan niet uit mijn hoofd, maar ook hier zal ik weer linkjes van in de beschrijving zetten. En dan ook nog van het webshopje Dior, die heb ik dit vest mogen ontvangen. Echt een super mooie blauwe kleur hier ook. Echt van, dit is bijvoorbeeld heel erg leuk te combineren over dat subdued shirtje heen. Of over gewoon een wit simpel t-shirtje, lijkt me ook heel erg leuk. En dan op een leuke flarebroek of zo. Ik vind het echt een super mooie kleur en ik weet niet of je het goed kunt zien, maar aan de randjes zit er ook nog een soort van glitterrandje. Deze heb ik in een one size en is 35 euro. Dan hebben ze uit mijn hoofd ook nog in andere kleurtjes, maar ik vond deze heel erg mooi. Dus die heb ik ook mogen ontvangen. En dan komen we aan bij de laatste tas. En dit is de tas van afgelopen zaterdag toen ik naar de Color for Rebel Samples toe ben geweest. Er zitten niet alleen dingen van Color for Rebel in, maar ook van de Primark. Dus die zal ik eerst even laten zien. Als allereerst heb ik gewoon heel simpel 5 panties gehad in 15 denier. Mat zwart, oh nee, shiny zwart. En ja, mijn panties waren op en die van de Primark, die zijn maar 4 euro en zit er 5 in. Dus ik heb die eventjes meegenomen. Dan een setje met nieuwe sloffen. Ieder jaar koop ik eigenlijk mijn sloffen bij de Primark en dan altijd deze ballerinaatjes. Er zit ook een anti-slip onder, zodat je niet uitglijdt en het zit gewoon heel erg fijn om je voet heen. Het zijn gewoon een soort van lekkere, warme, dikke sokken. En deze zijn maar 2 euro. Dus als ze na een maandje lelijk zijn of vies zijn, koop ik altijd gewoon weer een nieuw paar. Ze hadden ook nog andere kleurtjes, maar ik vond dit crème kleurtje wel heel erg mooi. Dus die. En dan als laatste bij de Primark heb ik een nieuwe pyjama. En vandaar dat ik ook deze had gekozen, omdat ik dat wel leuk vond staan. Maar dit is echt de zachtste pyjama die ik ooit gevoeld heb. Hij was maar 10 euro voor de hele set. Kon ik echt niet laten liggen. De pyjama bestaat uit een top. En ik weet niet of je, ja, jullie zouden het echt moeten kunnen voelen. Dit is zo lekker zacht. De top is dus beige en daar zitten witte en iets donkerder gekleurde vlekken op. En dan zit er nog een beige lange broek bij. Ze hadden alleen nog maar XXS of S. En ik dacht van, ja, een pyjama mag wel lekker ruim en overzij zitten. Dus ik heb hem in een maatje S genomen. Ik hoop dat hij past. Ik heb hem nog niet gepast. Maar hier ben ik echt ontzettend blij mee. En normaal gesproken draag ik altijd badjassen, maar deze is echt, ah. Oh. Zo lekker. Ik kan echt niet wachten tot het koud buiten is. Normaal hoor je mij dit echt niet zeggen. Maar ik hoop echt dat het snel lekker winter is. Lekker op kerstavond in je pyjama. Of ja, kerstavond moet je altijd mooi aangekleed. Maar het liefst zit ik met kerstavond in deze pyjama. En hij is echt heerlijk. Ik was helemaal vergeten iets van de H&M te laten zien aan jullie. Want dit heb ik ook nog gekocht. En dat is namelijk een nieuwe badjas. Eigenlijk ieder jaar koop ik wel een nieuwe badjas bij de Primark of bij de H&M. Anders zijn ze gewoon lekker goedkoop. Bij de Primark zijn ze vaak nog wel ietsjes goedkoper. Maar deze was bij de H&M nu in de sale.
En ik vond hem echt super schattig. Dus ik dacht, ik bestel jou gewoon. Het is een licht roze badjas met witte sterretjes erop. En wat ik altijd het belangrijkste vind aan een, ja, aan een badjas is dat er een capuchon op zit. Omdat ik het super lekker vind om bijvoorbeeld in de avond na douchen mijn badjas aan te trekken. Mijn capuchon op. En dan zo lekker in mijn bed te liggen. Ik vind dat echt heerlijk. En ja, dat is dus voor mij echt het belangrijkste aan een badjas. En hij is lekker kort. Hiervoor had ik een hele lange. Die kwam echt tot aan mijn enkels gewoon. Maar deze komt gewoon tot aan mijn knieën. Dus dat vind ik wel heel erg chill. En deze was nu afgeprijsd van 30 euro naar 21. En dan heb ik in een maatje XS/S. Want je hebt zeg maar combimaten. Dus ik heb de kleinste maat genomen. Dus die van de H&M. En dan nu echt als laatste de eigen van Colorful Rebel. Die ik bij Sample Sale heb gekocht. Ik vond het een beetje tegenvallen. Je had zeg maar vrijdag, zaterdag, zondag was de sale. En Rosa en ik waren zaterdagochtend van 10 tot 12. Maar wat er hing was gewoon vooral van collecties van 2 of 3 collecties geleden. Ze zeiden ook van ja, afgelopen zomercollectie was er ook. Heb ik eigenlijk niks van gezien. En het is natuurlijk een sample sale. Dus ik verwacht ook wel dat niet heel de oude collectie daar hing. Maar ik had wel verwacht dat er wat meer keuze was. Want er hing gewoon heel veel hetzelfde. Maar ik heb wel 3 leuke dingetjes kunnen scoren. Dus die ga ik nu aan je laten zien. Als eerste dit korte lila shortje van een lekkere joggingspul. Ik slaap hier altijd in de zomer. En ik dacht, ja, hij is maar 10 euro. Laat ik hem meenemen. Ik vind het een leuke kleur. Het is een mooi licht lila kleurtje. En hier op de kontzak staat dan ook nog Colorful Rebel. En aan de voorkant heeft hij 2 witte touwtjes. En heeft hij ook 2 zakken zitten. En deze heb ik in een maatje XS. En daarbij heb ik een bijpassend t-shirt. En dit t-shirt wilde ik echt super graag. Je had hem in de afgelopen zomercollectie al in het wit. Toen wilde ik hem bestellen, maar was die uitverkocht in mijn maat helaas. En Esmee die was vrijdag geweest en ik had haar gesproken. En ze had dit shirtje laten zien dat ze die had gekocht. En toen dacht ik, die wil ik morgen ook echt. En dat is dus precies dezelfde kleur. Lila in het t-shirtje. En dan staat er op de rug, staat er Lost in Paradise. Met zo'n heel gaaf patroontje. En aan de voorkant is die gewoon heel simpel lila. En dan staat er hier een hoekje, staat heel klein. Met witte letters Colorful Rebel. Deze heb ik ook in een XS. Maar ziet er echt vet groot uit. Ik had ook een witte gepakt. Want die was er ook. Maar dat was een XL. Er was geen XS meer. Maar ik wilde hem zo graag. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga geen XL kopen. Want hij kwam oprecht wat over mijn knieën. Dus ik heb lekker de paarse gekozen. En ik dacht dat is ook wel grappig. Voor vakantie straks een beetje zo'n matchend setje of zo voor in het vliegtuig. Ik heb geen idee. Maar dit t-shirtje leek me gewoon heel erg leuk. De t-shirtjes waren ook maar 10 euro. Dus hier heb ik maar 10 euro voor hoeven te betalen. En dan als laatste van Colorful Rebel en als laatste van deze video heb ik deze zwarte trui. Ik hou heel erg van de trui van Colorful Rebel. Ik vind het heel erg chill. Ik heb ook een hoodie ervan, een zwarte. En die draag ik echt het allerliefst. Die vind ik ook echt heel erg gaaf. Dat het achterkantje zo leuk. Maar oké, goed verhaal. Ik zag deze trui hangen, of nou ja, althans Rosa had deze. En toen zag ik hem in Bordeaux. En toen vond ik die Bordeaux eigenlijk ook heel gaaf. Maar die was zeg maar Bordeaux en dan was dit neongroen en ook nog neonroze volgens mij ofzo. En toen zag ik nog een zwart hangen. En toen vond ik die zwarte eigenlijk nog leuker. Het is gewoon een simpele zwarte trui. En er zat op geborduurd tomboy met neonroze en neongeel. En deze leek me gewoon lekker chill voor de zomer. En was maar 20 euro. Of voor de zomer. Voor de winter bedoel ik. En deze was maar 20 euro. En heb ik ook weer in een XS. En dit waren eigenlijk de enige beetje leuke dingen die ik kon vinden. Ik had nog wel meer op mijn tasje zitten. Maar ik dacht van ja, ga ik dit echt dragen? Nee, dan ga ik het alleen maar kopen omdat het zo goedkoop is. En van deze 3 dingetjes had ik wel zoiets van, oké, dit ga ik wel echt dragen. Dus dat. Dit was dan de herfstshopvlog. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Ik ben in ieder geval heel erg blij met alle spulletjes. En ik vond het weer heel erg leuk om deze video op te nemen. Ik weet niet, ik vind shopvlogs toch altijd iets leuks hebben of zo. Lekker aan jullie laten zien wat ik allemaal al heb gekocht. En aangezien ik kopen heel leuk vind, is dit echt de perfecte video voor mij. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Want er komen binnenkort nog meer extra video's aan. En vergeet zeker niet mijn weekvlogs in de gaten te houden. Voor als je wil weten wat ik nog meer koop. Want ik koop in een week aardig wat. Ja, ik heb ook nieuwe schoenen besteld. Dus die zullen in de aankomende weekvlog zal ik die laten zien. Want die komen morgen binnen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei doei!